Welkom bij ook Spellenzolder en dit keer het spel De Glasstraat, uitgegeven door White Goblin Games. Dit is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer een uurtje, anderhalf uur mee zoet bent. In dit spel ga je glas maken en naast glas zul je ook bakstenen gaan maken, klei verzamelen, hout verzamelen, andere grondstoffen verzamelen, zodat je gebouwen kan bouwen. En met die gebouwen en dat glas ga je overwinningspunten scoren. Dat doe je aan de hand van karakters die je hebt. En door de juiste karakters te kiezen en een beetje in te schatten wat je tegenstanders te gaan doen, kun je optimaal punten scoren en zul je uiteindelijk de winnaar worden van Glasstraat. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Uwe Rosenberg en die kennen we onder andere van Agricola, Le Havre, Ora et Labora en meer. We krijgen de spelregels in het Nederlands. Die zijn duidelijk opgezet. Veel voorbeelden en veel belangrijke regels eruit gelicht. Als je er doorheen kijkt de eerste keer denk je van het is veel, maar als je het eenmaal gaat lezen valt het reuze mee. En achterin uitleg van de verschillende kaarten en de verschillende gebouwen. Dan krijgen wij voor iedere speler een set karakterkaarten en een aantal houten schijfjes om de goederen bij te houden. We krijgen terreintegels in verschillende soorten, zandafgravingen, meren, plantages. We krijgen de verschillende soorten gebouwen in 3 verschillende kleuren. Voor elke speler krijgen wij dit bord met daarop 2 goederenklokken. Daar gaan we natuurlijk zometeen meer van zien. Het gebouwenbord dubbelzijdig voor 1 tot en met 3 spelers en voor 4 spelers. En voor elke speler zijn eigen bord waarop hij zijn huizen gaat bouwen, waarop hij zijn landerijen gaat maken en waar hij uiteindelijk punten mee gaat scoren. Dat is wat we krijgen. Dan gaan we eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld heb ik een 3-spelerspel gekozen, maar ik heb maar voor 1 speler alles opgezet om het weer overzichtelijk te houden. Elke speler krijgt de klokken en op de klokken leg je de goederensteentjes en die staan gewoon hier in het klein afgebeeld waar die komen. Dat betekent dat je dus in dit geval alvast 1 klei hebt, 2 pap en op deze klok heb je bijvoorbeeld al 3 water en al 4 hout liggen. Dus daar zijn je goederen. Die klokken gaan we natuurlijk zometeen nader bekijken. Elke speler krijgt zijn eigen speelveld. En ook op het speelbord... En ook op het speelveld staat al aangegeven op welke locaties wat voor soort tegeltjes moeten komen. Alle spelers krijgen uiteindelijk eenzelfde beginopzet. Hier zijn al 3 gebouwen volgeprint en die geven gewoon punten aan het einde van het spel voor glas, voor bakstenen en voor zand. Daarnaast krijgt een speler alle 15 de karakterkaart in zijn of haar kleur en 1 iemand wordt de startspeler en die krijgt deze beker. In het midden van de tafel voor iedereen beschikbaar leggen wij het bord met daarop de gebouwen. Je legt een aantal gebouwen afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Dit is de 1, 2 en 3 spelerzijde. En als je de 4 spelerzijde kiest, dan komt er nog een extra gebouw bij. De overige gebouwen leg je er gewoon naast als trekstapel. Alvast over de gebouwen. Er zijn 3 soorten gebouwen. Je hebt de blauwe gebouwen. Dat zijn gebouwen die produceren. Die kun je eigenlijk elke keer inzetten tijdens je beurt. De gele gebouwen zijn gebouwen die eenmalig een bonus leveren. En de bruine gebouwen onderaan zijn gebouwen die extra punten opleveren aan het einde van het spel. Nou ja, daar ga je natuurlijk een combinatie in proberen te krijgen, waardoor je de meeste punten naar binnen weet te schrapen. De bouwkosten voor de gebouwen staan er allemaal op afgedrukt. Bijvoorbeeld dit blauwe gebouw kost 1 water om te bouwen. En dit gebouw zien jullie al 3 hout, 3 klei en een baksteen. Nou ja. Daarnaast staat er op elk gebouw een klein zakje met een getal erin. Dat kan ook een 0 zijn. Dat zijn de overwinningspunten die je krijgt uit dit gebouw. Staat er op zo'n gebouw een sterretje, dan betekent het dat de tekst van het gebouw zelf aangeeft hoeveel punten je krijgt. En de regels verduidelijken dat nog een keertje. Het doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk overwinningspunten te halen. En eens kijken hoe we dat gaan doen. Het spel wordt gespeeld in 4 bouwrondes en elke bouwronde bestaat uit 3 kaartbeurten. Aan het begin van een bouwronde kiest elke speler 5 van de karakters uit zijn hand en daar gaat hij deze bouwronde mee spelen. De karakterkaarten heb je eigenlijk in 2 soorten. Je hebt kaarten die gratis zijn.
Die kun je dus spelen zonder dat je daar iets voor hoeft te betalen. Die herken je aan een gesloten boekrol. En je hebt karakters die hebben een open boekrol met daarop een symbool. En dat zijn de kosten die je moet betalen om dit karakter te kunnen spelen. Nou, dan hebben ze allerlei verschillende eigenschappen. Ze hebben altijd twee eigenschappen afgedrukt. Deze heeft dan toevallig twee dezelfde eigenschappen. En je ziet dat deze twee verschillende eigenschappen heeft. Als jij de enige bent die een karakter speelt in een beurt, dan mag je beide eigenschappen uitvoeren. Zijn er meer mensen die dit karakter op tafel weten te krijgen in een beurt, dan krijg je maar één van de twee eigenschappen. Dan zul je zelf moeten kiezen. Daarnaast mag je altijd ervoor kiezen om een eigenschap van een karakter niet te spelen. Bijvoorbeeld omdat je de grondstoffen niet hebt of niet wilt betalen. Ik ga dus beginnen met het kiezen van vijf karakters. Nou ja, pak gewoon eventjes vijf karakters. En uit deze vijf karakters kies ik er één die ik gesloten voor mijzelf op tafel leg. Bijvoorbeeld, ik wil graag de timmerman op tafel knetteren. Alle andere spelers doen hetzelfde. Die leggen dus een gesloten karakter voor zich neer op tafel. En zo komen er voor elk speler dus één gesloten kaart te liggen. Dan gaan we beginnen met de startspeler. De gesloten karakters openen en de acties daarbij horend uitvoeren. Ik open mijn kaart en ik geef duidelijk aan, ik heb de timmerman. De timmerman kost mij één bos. Nou, je ziet, ik heb zes van die bossen liggen. En daarvoor krijg ik een hout of ik mag een gebouw bouwen. En als ik de enige ben met een timmerman, dan mag ik zelfs een hout nemen en een gebouw bouwen. Dus ik zeg, ik heb de timmerman. Alle andere spelers kijken in hun hand van vier kaarten dus nog. Want ja, ze hebben er eentje op tafel gelegd. Dus je hebt er nog vier in je hand. Bijvoorbeeld mijn tegenstander rood, die kijkt in zijn hand. Heb ik in mijn hand de timmerman? Nee, heb ik niet. Nou, dan is er voor rood verder niks te doen. Nou, blauw kijkt bijvoorbeeld ook. Die heeft ook geen timmerman. Nou, dan heb ik geluk. Ik ben de enige met een timmerman. En dan mag ik dus beide eigenschappen doen. Ik krijg één hout. En ik mag één van de gebouwen bouwen die hier op het bord ligt. Nou, dan moet je gewoon de kosten betalen. En je plaatst hem op een leeg veld. Als rood bijvoorbeeld hier de timmerman zou hebben liggen, dan kan hij dus niet openleggen. Want als ik een kaart openleg, dan roep ik welk karakter het is. En dan gaan andere spelers in hun hand kijken. Je gaat niet kijken naar de kaart die je afspeelt, je kijkt naar je hand. Dus het kan best zijn dat hier ook een timmerman ligt. En dan gaat rood zo meteen een timmerman opendraaien. En dan vraagt hij, heeft iemand anders nog een timmerman? Nou ja, blauw had hem niet. Ik heb hem al gespeeld. Betekent dat hij weer de enige is met een timmerman. En dan mag hij dus ook weer beide acties uitvoeren. Dus daar moet je even op letten. Als je een karakter omroept, kijk je alleen maar naar de kaarten in je hand. Niet de kaarten die al gesloten op tafel liggen of die vanaf vorige beurten nog op tafel liggen. Tijdens mijn beurt zijn er twee acties die ik altijd gratis mag doen. Die doe ik voor of na het uitvoeren van een karakteractie. Ik mag altijd gratis een zandafgraving, een meer of een plantage weghalen. En die gooi ik dan gewoon terug naar de algemene voorraad. Zo maak ik wat ruimte. De bossen mag ik dat niet mee doen. Die moet ik specifiek met kaarten weghalen. En ik mag altijd in mijn beurt blauwe gebouwen activeren. Dus ik mag bijvoorbeeld zeggen, ik betaal één water om twee zand te nemen. In dit geval zou ik zeggen één water. En dan krijg je één, twee zand erbij. En zo'n actie mag ik zoveel doen als ik wil. Alleen na elke actie moet ik even kijken of mijn klokken gaan draaien. Daar ga ik zo meteen bij komen. Maar ik laat mijn timmerman zien. Niemand anders heeft een timmerman in zijn hand. Ik mag beide acties uitvoeren. Gaan we naar de volgende speler. Dat is rood. Rood draait zijn karakter ook om. En rood zegt, ik heb de kleiarbeider. Nou, alle spelers, blauw en groen in dit geval, gaan kijken. Hebben wij ook een kleiarbeider in onze hand? Ja, ik heb een kleiarbeider. Ik heb een kleiarbeider. Omdat ik die in mijn hand heb, moet ik die nu gaan spelen. Ik kan niet zeggen, ik hou hem vast, want ik wil hem straks nog een keer. Nee. Als de kleiarbeider omgeroepen wordt en je hebt een kleiarbeider in je hand, dan moet je hem spelen. Je ziet dat je hier aan de zijkant van je bord twee uitsparingen hebt. Je plaatst hem in een van die twee uitsparingen om aan te geven van, joh, ik heb hem gespeeld via eigenlijk een andere speler. Wat betekent dit voor rood? Nou, rood heeft niet als enigste een kleiarbeider, dus hij mag maar één van de twee eigenschappen spelen. Rood begint, hij betaalt een emmertje water, neemt twee klei. Ik heb ook een kleiarbeider gespeeld, dus ik betaal ook één emmertje water. En ik neem één van de twee eigenschappen. Nou, deze twee eigenschappen zijn identiek, dus ik pak gewoon één, twee stukken klei erbij. Vervolgens speelt blauw een karakter, die zegt bijvoorbeeld, ik heb de leenheer. Dus die speelt de leenheer. Je gaat weer in je hand kijken, heb ik een leenheer in mijn hand? Nee, geen leenheer. Oké,
vervalt het voor mij. Rood kijkt, heeft rood nog een leenheer in zijn hand? Nee, rood heeft ook geen leenheer in zijn hand. Oh, nou is hij weer de enige speler met een leenheer, mag hij weer beide acties doen. En dat is eigenlijk hoe de kaarten op tafel komen. Zodra alle drie de spelers hun eerste kaart hebben gespeeld, nou, dan pakt iedereen weer zijn hand op. Kies je een tweede kaart. Die leg je ernaast. En zo kun je ook een beetje bijhouden hoe ver ben je binnen een ronde. Je krijgt drie keer dat hier een kaart gespeeld wordt. Nou, we zijn nu bij de tweede kaart. Nou, startspeler begint weer, opent zijn kaart, schreeuwt weer en et cetera, et cetera. Belangrijk is dus, als er een kaart open gaat, wordt er geroepen welk karakter dat is. Heb je dat karakter in je hand, ben je verplicht om het karakter te spelen. De uitzondering hierop is, je ziet je hebt maar twee uitsparingen. Zodra beide uitsparingen vol zijn, en nu iemand speelt de viskweker. Nou, dat is de viskweker, die heb ik nog in mijn hand. Ik heb geen uitsparingen meer. Dan kan ik hem niet meer spelen. Met andere woorden, als je een beurt goed hebt ingeschat, heb je hier aan het einde drie karakters liggen. Je zult altijd drie karakters hebben gespeeld. En je hebt ook nog eens twee karakters kunnen spelen door mee te liften op de andere spelers. Oftewel, je hebt in één beurt alle vijf je karakters kunnen spelen. Dat betekent dat je extra inkomsten en grondstoffen hebt. Of je hebt extra kunnen bouwen. En aan de andere kant snoep je weer dingen weg van je medespelers. Want als jij een karakter speelt wat een ander speler opendraait, dan ja, mag hij dus maar één van de twee eigenschappen kiezen. En als je het slim hebt gedaan en niemand heeft jouw karakter gekozen, ja, dan mag je beide eigenschappen doen. En daar kun je dus een tactisch voordeel mee halen. Nadat dat gebeurd is, er zijn drie beurten kaarten gespeeld, dan gaan alle kaarten weer terug. De startspeler gaat met de klok mee naar de volgende speler. Iedereen kiest weer vijf karakters uit zijn hand. Je hebt gewoon weer alle 15 karakters. Maakt niet uit of je ze de vorige ronde hebt gespeeld. Je kiest weer vijf karakters. Je legt er weer eentje gesloten voor je bord neer. En dan gaan we de volgende ronde in. Nou, dat doen we dan vier keer. Dan gaan we nog even kijken naar onze klok. De klokken hebben een paar beperkingen. Bijvoorbeeld, je begint met hout op deze positie. Dat betekent dat je 4 hout hebt. Het getal staat gelijk aan het segment waar het visje zit. Als ik bijvoorbeeld 4 hout erbij zou krijgen, 1, 2, 3, 4, dan zou ik over deze wijzer heen moeten gaan. Dat mag niet. Ik mag nooit voorbij deze wijzer met de grondstoffen die in dit segment liggen. Oftewel, als ik 4 hout krijg, krijg ik er 1, 2, 3... En dan is het pech, meer krijg je niet. Dus je kunt maximaal 7 hout hebben. Het grappige is dat je zult zien dat je kunt nergens in het spel kun je glas mee maken. Er zijn geen karakters die glas maken. En hetzelfde geldt voor bakstenen. Er zijn geen karakters die jou rechtstreeks bakstenen geven. Het idee hierachter is, op deze klok zien jullie twee vakjes met een bruine achtergrond. De 0 aan deze zijde en de 3 aan deze zijde. Zodra beide segmenten waar het bruine vlakje staat leeg zijn, gaat de klok draaien. Dus als bijvoorbeeld ik 2 zand erbij krijg, 1, 2, plaats ik mijn zand 2 naar voren, dan ga ik meteen kijken, zijn beide bruine segmenten leeg? Ja, dan draait de klok. Dat betekent effectief dat ik had net 2 water, 2 kool en 2 zand. De klok is gedraaid, ze liggen nu in het 1 segment, dus ik heb nog maar 1 zand, 1 water en 1 kool. Dus het kost me grondstoffen, maar daarvoor in ruil heb ik nu wel 1 glas. Nou ja, zou ik bijvoorbeeld ook nog eens een keer ergens pap vandaan krijgen, dus ik krijg bijvoorbeeld 3 pap. 1, 2, 3 zet ik die naar voren. Daarna kijk ik meteen weer, zijn beide segmenten leeg? Ja, hop, gaat de klok weer draaien. En dan zie je, ik heb wel 2 glas, maar ik ben wel weer al mijn water, al mijn kool en al mijn zand kwijt. Dit is allemaal weer op 0, dus dat is weer niks waard. Dus daar zul je een beetje mee moeten spelen. Elke keer als jij goederen toevoegt aan jouw klok, daarna ga je eerst kijken, zijn beide vakjes leeg? Ja, dan draait de klok. Is dat niet zo, dan blijft de klok gewoon staan. En dan kun je het nog een keer doen. Nou ja, zo kun je een beetje gaan spelen met je goederen. De onderste klok werkt precies hetzelfde. Alleen die werkt dan op baksteen en die heeft iets minder goederen erin liggen. Dus die is wat makkelijker om door te draaien. Maar je zult zien dat je om veel glas te krijgen, dat je toch best wel veel grondstoffen moet maken. En die raak je ook steeds weer kwijt. Maar daar krijg je dan wel steeds meer glas voor. Heb je eenmaal 3 glas, dan zul je zien dat ook al gaan deze grondstoffen heel hard naar voren,
dan is dit vakje wel leeg. Maar je hebt 3 glas en dat betekent dat dit vakje dus vol zit. En dan houdt dit viesje effectief de klok tegen. Maar ja, zodra je dus glas gaat opmaken, gaat die klok weer lopen. Is wel lekker, hou je altijd 3 glas. Maar ja, dat betekent wel dat al je andere grondstoffen weer omlaag gaan. Heel leuk mechanisme, maar daar zul je dus mee moeten gaan spelen. Wat ik nog vergat te zeggen, aan het begin van een nieuwe ronde worden alle gebouwen posities die leeg zijn. Dus dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die gekocht zijn. Die worden weer aangevuld vanuit de algemene voorraad. Zodat er aan het begin van een nieuwe ronde altijd een maximale hoeveelheid gebouwen liggen waaruit we kunnen kiezen. Nadat wij 4 rondes hebben gespeeld, gaan we tellen hoeveel punten we hebben. Je zult zien dat de gebouwen zelf punten hebben. Nou, die tel je bij elkaar op. Je gaat kijken naar de bonusgebouwen. In dit geval krijg ik 1 punt per elke afgraving die ik heb. Nou, dus ik tel gewoon hoeveel afgravingen heb ik. Je hebt 3 bonusgebouwtjes afgedrukt op je speelbord. En die zeggen voor elk glas dat je hebt krijg je een punt. Voor elke baksteen die je hebt krijg je een punt. En voor elke zand die je hebt krijg je een half punt. Die punten ga je bij elkaar optellen. En degene met de meeste punten is de winnaar van de glasstraat. En zo wordt dit spel gespeeld. De glasstraat heeft een aantal hele leuke mechanismes die eigenlijk heel makkelijk werken. Als je het de eerste keer ziet en begint, dan denk je, oh, 15 karakters met allemaal eigenschappen, ingewikkeld, klok die raar doet, ingewikkeld, allemaal gebouwen met teksten, lastig. Maar zodra je gaat spelen, denk je, ah, dit is eigenlijk best makkelijk. En ik geef meteen toe, de eerste keer zul je nog niet alles in één keer doorgronden, maar naarmate het spel vordert, zul je zeker zeggen van, oeh, de volgende keer doe ik dat anders, en de tweede keer, oeh, dan ben je echt gewoon helemaal klaar om je tactiek op tafel te leggen. Dat komt omdat er best wel veel dingen zijn waar je rekening mee moet houden. Je hebt natuurlijk 15 karakters met speciale eigenschappen. Je hebt al die gebouwen die hun eigen tekst hebben. Die zul je de eerste keer nog niet allemaal kennen. En naarmate je speelt ga je die combinaties zien. En dat is wel ontzettend gaaf in dit spel. Je kunt door de juiste karakters te gebruiken en de juiste gebouwen te bouwen, kun je hele leuke combinaties maken waardoor je grondstoffen kan gaan produceren. En daar ook natuurlijk optimaal punten mee gaat scoren aan het einde van het spel. Want uiteindelijk gaat het erom dat je grondstof hebt om kostbare gebouwen te bouwen. En met kostbare gebouwen kun je weer lekker veel punten scoren. En kun je helpen om nog betere gebouwen te maken. Een ander tof aspect vind ik het meeliften op de andere karakters. In je beurt ga je sowieso 3 karakters spelen. Maar je wil die andere 2 karakters die je dus nog over hebt, die wil je natuurlijk ook op tafel zien te krijgen. Dus je probeert een beetje in te schatten van, nou, wat gaat mijn tegenstander doen? Ik denk dat hij deze kaart ook wel gaat spelen. Dan stop ik die ook maar in mijn hand. En dan speel ik hem zelf niet. En dan lift ik wel mee zodra die van hem op tafel komt. Nou, een beetje gokken. Daar kun je dan ook weer kleine voorsprongetjes mee halen. En het andere mechanisme wat ik ook tof vind is het bord met de 2 klokken. Zodra je heel veel van de basisgrondstoffen hebt, dan gaat die klok lopen, verdwijnen er heel veel basisgrondstoffen en wordt dat uiteindelijk glas of baksteen. Daar moet je wel rekening mee houden. Heb je baksteen nodig, is het niet erg, maar heb je bijvoorbeeld kolen nodig en zet je hem 3 vooruit en gaat die klok vervolgens 2 erachteraan, dan heb je effectief nog maar 1 kool. Zo kun je heel snel je basisgrondstoffen erbij zetten en weer kwijtraken. Maar daar kun je natuurlijk ook weer heel leuk mee spelen. Dus dat principe werkt heel simpel, maar tegelijkertijd moet je daar echt wel tactisch mee omgaan om daar optimaal gebruik van te maken. Zoals jullie in mijn voorbeeldje zagen, ik kon daarin 1 glas gebruiken. De klok gaat daarna bewegen en ik begon met 3 glas en nadat ik 1 glas had gebruikt, had ik nog steeds 3 glas. Nou ja, dat zijn dan wel weer hele leuke eigenschappen waar je dan weer dankbaar gebruik van kan maken. Verder is het leuk dat iedereen zijn eigen bordje heeft. Daar gaat hij zelf zijn gebouwen op knutselen. Er zijn ook overwinningskaarten die geven bepaalde patronen aan. Bijvoorbeeld een blok van 2x2 meren. En daar krijg je dan ook weer bonuspunten voor. Dus iedereen is ook een beetje aan het knutselen en aan het bouwen van hoe leg ik mijn gebouwen goed neer. Wat offer ik op? Wat gebruik ik met mijn karakters? En wat laat ik leeg? Ik vind het in ieder geval een heel tof spel. Zeker gezien de hoeveelheid mogelijkheden speelt het redelijk vlot. Omdat je gewoon een karakterkaart speelt allemaal. Die gaan open, je kijkt of je hem in je hand hebt. Zo gaan alle karakters af. 2e karakterkaartje, 3e karakterkaartje. En als je het goed hebt gedaan, heb je 3 karakterkaarten voor je bord liggen. En 2 meelifters. Nou, dan heb je maximaal profijt van alle eigenschappen. Nou, en dan gaan we de volgende ronde in. En dat doen we dan in totaal 4 rondes. En dan gaan we gewoon kijken hoeveel punten we hebben. Dus dat maakt dat het spel eigenlijk heel snel speelt.
En aan de andere kant is het ook lekker tactisch. Je zoekt de juiste gebouw uit. Die probeer je op het goede moment naar binnen te halen. Want ja, daar zit ook weer een beurtvolging in. Je wil wel dat gebouw hebben. Dus dan moet je zorgen dat je hem snel kunt kopen. Nou, is iemand anders je voor? Moet je proberen om je tactiek om te wisselen. Je kunt niet aan mekaars bordjes zitten klieren. Je kunt geen invloed uitoefenen op mekaars klokken. Het enige waarmee je mekaar dwars kan zitten is als iemand een karakter open op tafel legt. Of draait. En jij hebt hem in je hand en je speelt hem dus ook. Dat betekent dus dat hij maar één van de twee eigenschappen mag doen van een karakterkaart. En dat is de enige manier waarop je elkaar een beetje dwars zit. Voor de rest ben je echt lekker met je eigen bordje bezig. Maar dat maakt niet dat je alleen maar naar jezelf kijkt. Want je bent echt wel in de gaten aan het houden. Wat zijn al die andere mensen aan het doen? Heb ik de juiste karakters om met hun mee te kunnen liften? Dus samenspel is er gelukkig genoeg. En dat maakt Glasstraat gewoon tot een heel leuk spel, wat vrij vlotjes wegspeelt en waar toch heel veel diepgang in zit, waar je toch echt wel je gram uit kan halen. En het is om die reden dat ik dit spel gewoon dikke 3 sterren heb gegeven. Naast Spellenzolder.